20 seconden na 4 minuten over 2:30. Peter Heerschop. En dat is van Beter met de Liefde. Ja, we gaan de week weer doornemen. Zeker. Te beginnen met maandag. Ja, ik las dat het weer goed gaat. Maar dat was schrikken zaterdagavond. Etienne Vaas, de keeper van RKC, lag na een ongelukkige botsing met Brian Brobby van Ajax bewegingsloos op de grond, bewusteloos. Er kwam een scherm omheen, hij moest worden gereanimeerd. Andere spelers liepen vol ongeloof elkaar troostend rond op het veld. Er wordt gestaakt, logisch, er is wel iets groters dan voetbal. Het publiek in het stadion gedraagt zich prima. Etienne komt bij en het komt goed. Digitaal gedraagt niet iedereen zich. Brobby krijgt op social media een berg onversneden racisme over zich heen. En dat is natuurlijk belachelijk, want het was rood-wit tegen geel-blauw. En daar heeft zwart echt helemaal niets mee te maken. Het salarisverschil tussen mannen en vrouwen is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Van 5% naar 7,4% verschil. Ze gingen wel allebei vooruit, maar mannen verdienen ruim 16% meer. Vrouwen verdienen maar 9% meer. En voordat mensen nu beginnen te roepen, ja, de percentages die kloppen. Nee, de percentages zijn gecorrigeerd voor factoren als deeltijdwerk, leeftijd en werkervaring. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn ook terug te zien in de extraatjes. Mannen hebben 3 keer zo vaak een auto van de zaak of een tankpas. En ook 2 keer vaker een vergoeding bij verhuizing. Nou, hoe kan dit allemaal? Ja. Ik leg het uit. Ten eerste, mannen roepen bij onderhandelingen over salaris harder dat ze ergens heel goed in zijn. Ze zien van zichzelf dingen groter. Dat heet in de genderpsychologie het 23 centimeter effect. Mannen zien dingen van 14 centimeter al snel als 23 centimeter. Het is net als het talkshow-syndroom. Er zitten bij talkshows vaak meer mannen. Mannen denken namelijk al snel dat ze over alle onderwerpen interessant mee kunnen praten. Zo denk ik bijvoorbeeld dat ik een onderwerp over onrecht bij vrouwen als man heel interessant kan bespreken. En dat ik als man ook beter weet wat er misgaat bij vrouwen dan vrouwen zelf. Mijn vrouw die zegt soms ergens geen zin in te hebben. Maar ik zie dan, daar gaat het niet om. Hoe werkt het bij mannen? Nou, mannen willen gewoon hoger op de apenrots. Neem dit onderzoek. Een man mag kiezen uit een salaris van 80.000 euro, maar de rest van het bedrijf verdient 90.000 euro. Of hij verdient 70.000 euro, maar de rest verdient 60.000 euro. Raar, dan kiest het grote merendeel van de mannen voor optie 2. Dan is het minder, maar wel meer dan de rest. Is toch raar? En mannen hebben dus ook 3 keer vaker een auto van de zaak. Ze vinden het prima om thuis te werken, maar dan wel met een auto van de zaak. En ze hebben een tankpas, en niet alleen voor de auto, maar ook voor het café. En dat komt allemaal, zeggen ze, omdat mannen het harder uit onderhandelen. Maar wat blijkt? Als mannen hard onderhandelen, wordt het gezien als sterk. Als vrouwen het doen, wordt het gezien als moeilijk doen en gezeur. Ik weet er als man alles van, want ik maak dit regelmatig thuis zelf mee. Dinsdag. Nog grotere groeiende salarisverschillen zijn er tussen werkenden van verschillende opleidingsniveaus. Praktisch opgeleide verdienen fors minder dan theoretisch opgeleide. Dus praten over een verstopping in de keuken, daar verdien je meer mee dan het verhelpen. Een column op de radio betaalt beter dan daadwerkelijk iets veranderen. Nou, dat laatste klinkt niet logisch, maar mensen, ik kan nu eenmaal onderhandelen als een echte man. Op het partijcongres van 50PLUS heeft de politie moeten ingrijpen. Op het partijcongres van 50PLUS. Kandidaatlijsttrekker Gerard van Hooft moest door agenten uit de zaal worden verwijderd. Het is dus ruzie bij 50PLUS. Waarover wisten ze niet precies, want ze konden niet alle beledigingen verstaan. Maar er werd gegooid met advocaatjes met slagroom. Vervolgens gingen ze voordringen bij het ruzie maken. En we hebben het later allemaal terug kunnen horen, omdat iemand van het bestuur alles had opgenomen met een radiocassette recorder. Woensdag. Een bedwans-invasie baart Parijs Olympische zorgen. Er zijn opeens opvallend veel bedwansen in Parijs. Ik vind dat gelijk enorm jeuken. Als mensen praten over bedwansen, schurft of luizen, dan heb ik gelijk jeuk. 3 keer het woord luis. En je zit onbewust gelijk aan je hoofd te krabben. Of aan je kruis. Het is ook al een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Maar jeuk op de Olympische Spelen, dat moet je natuurlijk niet hebben. Je vliegt boven de rekstok. En net als je de stok weer wil
pakken, moet je krabben. Je staat met gewicht heffen met 180 kilo boven je hoofd. Jeuk, krabben. De bedwans kan het verschil maken tussen goud of niks. Hoe gaat de bedwans te werk? Nou, die leeft vooral op plaatsen waar mensen in rust aanwezig zijn. Dan zitten ze verborgen in kieren en gaten en kruipen net als je lekker ligt of zit tevoorschijn om hun bloedmaaltijd te nuttigen. Ze zuigen 3 tot 4 keer hun eigen omvang aan bloed op en dan krijg je bultjes en jeuk van wansen. En ik merk dat ik nu zelf ook zit te krabben. Want als je die bultjes hebt, dan moet je krabben. Je kan er niks aan doen. Het moet. Het is als muziek van ABBA. Je wil niet, maar je moet meezingen. Bedwans. Het is een plaag in Parijs en daarom nu ook in Brussel, Antwerpen en Amsterdam. Want, komt ie, de bedwans reist mee met de TGV. Ik zeg grenzen dicht. Willen jullie meer of minder bedwansen? Sorry. Ik draaf door. Maar dat komt ook omdat ik gek word van de jeuk van het woord wants. He wants you. Wopke Hoekstra is niet direct beroemd tot klimaatcommissaris van de Europese Unie. De Klimaatcommissie wilde toch nog wat extra uitleg. Dat zou te maken kunnen hebben met zijn vroegere dienstverband bij Shell, zijn partnerschap bij McKinsey en zijn kruistocht voor uitstel van de stikstofplannen in het demissionaire kabinet. Maar Wopke verandert nogal van idealen. Ze noemen Wopke ook wel Wipke. Maar morgen zal die gewoon benoemd worden. Wipke neemt daarmee de helft over van de portefeuille van voorganger Timmermans. De andere helft wordt overgenomen door de Slovaak Sefcovic, lid van de populistische pro-Russische partij Smer van Robert Fico, die afgelopen weekend de verkiezingen won. Zoals we dan in de wereld van de satire zeggen, nou, dat is een veelbelovend duo. Donderdag, het originele NSDAP-lidmaatschapkaartje van Prins Bernhard is gevonden. De kaart van Adolf Hitlers nazi-partij zat in het privéarchief van de prins. Die lag jarenlang verborgen achter een bruin overhemd met een gestrekte hemdsmouw. Prins Bernhard heeft zelf zijn lidmaatschap altijd ontkend. Met zijn hand op de Bijbel. Nou, dat betekent dus niet zoveel. Ik zweer soms ook wel eens dingen met mijn hand op de Enkhuizer Almanak. En de vingers van mijn andere hand dan gekruist achter mijn rug. Maar waarom heeft hij dan die lidmaatschapskaart bewaard? Dat komt toch een keer uit? Anders is het net als een klein kind met zijn mond vol chocola die hard roept dat hij niks uit de trommel heeft gepakt. Als je ontkent dat je vreemd gaat, moet je niet haar door jou gescheurde opwindende setje onder je kussen bewaren, want het komt een keer uit. Nou ja, jullie begrijpen het wel. Het is donderdag ook de dag van de leraar. Schitterend beroep, zwaar. Maar als je het wil zien, is het enorm bevredigend. Zoals Steve Jobs ooit zei, aan het einde van je leven weet je niet hoeveel geld je opgeteld hebt verdiend, maar wel wie de deuren voor je heeft geopend. En dat is wat een leraar kan doen, deuren openen. Vaak zonder dat hij het weet. Het gebeurt zomaar omdat je goed bent in je vak, geïnteresseerd bent in de ander, liefdevol duidelijk en kunt bijsturen terwijl je de dromen van de leerlingen in stand houdt. De dag van de leraar, schitterend beroep. Vrijdag. Even het Europees voetbal van deze week voor Nederland. PSV, prima gespeeld, had moeten winnen. Feyenoord, helemaal prima gespeeld, had moeten winnen. Ajax, rommelig gespeeld, had moeten winnen. AZ, goed gespeeld, heeft gewonnen. Maar het was opnieuw schrikken, hè, bij AZ. Weer iemand bewusteloos. Hé, wat raar, daar heb ik niks van gezien. Ik heb niks van gelezen. Welke speler was dat dan? Nee, het was geen speler. Het was een politieagent. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Legia Warschau was het al onrustig. Legia supporters bestormden de toegangspoort en raakten slaags met de ME. Volgens de politie werd er heftig geweld gebruikt. En bij de gewelddadigheden raakte 1 ME'er bewusteloos. Ik lees eigenlijk nergens hoe het daar nou mee gaat. Ik heb wel het beeld dat hij of zij daar staat. Dus een lintje in de orde van zorgen dat de rest van het publiek veilig naar de wedstrijd kan, gaat naar deze agent. En ik praat erover, maar die agent doet het. Hopelijk komt het weer goed.